Hallo, welkom bij het nieuwe videoles van Roberto. En deze keer gaan we kijken naar het tweede deel van de figuren in de vlakke ruimtemeetkunde. Namelijk de wat vervelendere vormen. En dan pakken we dit keer de vlieger, het trapezium en de vierhoek. En de vorige keer hadden we vormen die echt helemaal mooi perfect waren. Die aan alle eisen voldeden. Aan het eind van de video dacht ik, ah, laat ik eens een vlieger gaan tekenen. Toen dacht ik, van nou, dat doe ik even niet. Want dat doe ik nu. In één keer met alle andere roldingen. En ik begin maar eens met de vierhoek. En probeer het zelf voor jezelf ook even in te vullen voordat je de hele video kijkt natuurlijk. Want dan heb je er veel en veel meer aan. Oké, bij een vierhoek zijn de overstaande zijden niet evenwijdig. De overstaande zijden hoeven ook absoluut niet even lang te zijn. Want de vierhoek is gewoon elk figuur met alle, ja, met gewoon vier hoeken. De overstaande zijden, de overstaande hoeken, dus deze hoek en deze hoek. En die hoek en deze hoek hoeven absoluut niet gelijk te zijn. Een vierhoek is ook eigenlijk niet lijnsymmetrisch. Is niet puntsymmetrisch. De diagonalen, nou ik zal ze er gewoon voor het lol even inzetten. Hier heb ik één diagonaal, hier heb ik een ander diagonaal. Ja, die kruisen elkaar niet loodrecht. Ze delen ook elkaar niet midden door. En ze delen zelfs de hoeken niet midden door. Ongelooflijk rodding, een vierhoek. Maar hij bestaat, dus het is handig om hem te kennen. Dan gaan we door. Het trapezium. Het trapezium is een beetje een vervelende, want die heeft namelijk als eerste eigenschap dat twee lijnen evenwijdig moeten lopen. En dat deze twee niet evenwijdig lopen. Dus hij is overstaand evenwijdig, maar toch ook weer niet. De overstaande zijden bij een echt trapezium zijn voor een deel gelijk. Als je een puur trapezium, als je een volmaakt trapezium hebt. Anders gaan we naar een vierhoek toe namelijk. Namelijk deze twee zijkanten die ik hier heb, die zouden bij een perfect trapezium even lang moeten zijn. Alleen het probleem is, de boven- en de onderkant zijn niet even lang. En de overstaande hoeken bij een trapezium zijn ook al niet gelijk. Namelijk deze hoek en deze hoek zijn volledig verschillend. Dus dat klopt ook niet. Je moet er wel rekening mee houden dat bij een perfect trapezium deze twee hoeken daarentegen weer wel gelijk zijn. Maar daar zet ik nu geen kruisje voor. Is een trapezium lijnsymmetrisch? Nou, een ideaal trapezium is lijnsymmetrisch door het midden. Dus je kunt er één lijntje trekken en that's it. Maar ja, dat is lijnsymmetrisch, dus daar doen we het voor. Is hij dan puntsymmetrisch? Nee, absoluut niet. Als ik hier een punt zet, van hier naar hier, dat zijn twee heel andere afstanden. Dus dat gaat meteen fout. Snijden de diagonalen elkaar loodrecht? Nou, ik denk het niet. Ik weet vrij zeker van niet zelfs. Delen de diagonalen elkaar midden door? Nadenken. Nee. Dat doen ze ook niet. Want als ik nu een heel overdreven trapezium zou tekenen, bijvoorbeeld zo eentje als dit, dan zouden de diagonalen elkaar hier ergens delen. Dus dat gaat hem niet worden. Delen de diagonale hoeken midden door. Nou, dat kun je hier al zien. Klein hoekje, grote hoek. Dat wordt hem dus ook niet. Dus dan halen we even dit allemaal weg. En dan kunnen we daar nog een laatste kruis neerzetten. Dus het trapezium doet niet zo heel veel. Laatste van het rijtje. De eigenschappen van een vlieger. Een vlieger is ook een heel speciaal figuur, namelijk deze twee zijden lopen evenwijdig en deze twee zijden... Nee, wacht trouwens, dat zeg ik niet. Die twee lopen helemaal niet evenwijdig, want als ze evenwijdig zouden lopen, dan krijg je automatisch een ruit. Ze lopen dus niet evenwijdig. Sorry voor de lichte verwarring. Namelijk, deze zijde loopt in een heel andere hoek als deze. Als ik deze door zou trekken, zouden ze elkaar uiteindelijk zelfs ergens snijden. Zijn de overstaande zijden gelijk? Nee. Maar een vlieger zijn twee zijden die elkaar aanraken gelijk, maar de overstaande niet.
De overstaande hoeken, zijn die gelijk? Ik zet nu wel een kruis neer, maar dat is vervelend, want ik zat te denken aan deze hoek boven en deze hoek onder. Maar, we hebben hier ook nog twee hoeken. En die twee hoeken bij een vlieger moeten gelijk zijn. Anders is het geen goede vlieger. Hetzelfde is dat een vlieger ook met zekerheid lijnsymmetrisch moet wezen. Als ik deze lijn door het midden trek, dan weet ik met zekerheid dat klopt. Hij is alleen weer niet puntsymmetrisch, want als ik gewoon een punt hier neerzet, nou, deze afstanden zijn gelijk, deze zijn niet, kan dus niet puntsymmetrisch zijn. Diagonalen kruisen elkaar loodrecht. Als je een goede vlieger hebt, dan moet dat het geval zijn. Ze delen elkaar alleen weer niet midden door, want je kunt al zien, deze twee diagonalen, die delen, nou ja, doen van alles en nog wat, maar delen niet het goede midden door. En de diagonalen delen voor een deel de hoeken midden door. Namelijk deze zijhoeken worden midden doorgedeeld, dus dan klopt het wel. Maar, nee, trouwens, dat zeg ik, sorry. Deze zijhoeken die worden absoluut niet midden doorgedeeld. Want stel, ik zou een heel overdreven vlieger tekenen. Nou ja, een helft ervan dan. Teken de andere helft ook wel even. Hup. Dan zie je al dat deze en die hoek zijn volledig verschillend. Maar boven onderin, omdat het lijnsymmetrisch is, en we dus een symmetrieas gebruiken om de hoek door midden te hakken, kunnen we zeggen bovenin klopt het, maar aan de zijkanten klopt het voor geen meter. Nou, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. In ieder geval bedankt voor het kijken. En kijk ook eens op www.freeacademy.nl voor de volledige index van al deze video's. Of kijk op www.voorbeta.nl voor meer informatie over bijlessen en examentrainingen in de regio Bilthoven. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.